loopt de camera. Ja. Dus ik sta nu heel de beeld te doen voor jouw blooper reel. Ja. Oké. Is dat eigenlijk het doel waarom we dit filmen? Zodat jij blooper filmpjes kan maken. Oh. No. Ai, arme Marit, joh. Oh, dit vond ik zo erg. Het laatste document die ik heb geüpload, zien jullie dat staan? Die is geel. 28%. Dat is inderdaad hoog. Je bent gezakt. Ik ben inderdaad gezakt. Dan vind je onder de video vind je een aantal links naar websites waar je meer informatie kan vinden. Dus kun je een leuk liedje zingen voor Renske die dit moet editen. Zal ik Efteling muziek opzetten, die is ook leuk om in je hoofd te krijgen. Dus wat doe je dan? Dan zie je hier dit. Wat is het, een vliegtuigje? Toegestaan afstand. Oh, die vergat ik eventjes. De GPS-locatie. Waar zat het ook alweer? Even zoeken. Belangrijk. Oh, waar zit hij? Oh. Nee. Oh, ik had hem niet aangezet. Ha, leuk. En je hebt een ontzettend groot hart voor studenten en voor het beroep waar je... Da-da-da-da-la. Waar is Carlijn? Oh, het is... alleen de camera is uit. Oké. Okay. Vind je het leuk? Nee, weet ik nog niet. Dus niet bij het koffiezetapparaat, maar heb je dus, wil je dus iets van een student, wil je iets? Niet bij het koffiezetapparaat, maar dan knip. Bij dit, nu ik heb ingeschakeld. Directoraat Media Wijsheid, bij een... Maar dat heb je toch wel als je het persoonlijk maakt, dan zeg je niet, hey Rick Oonk. Nee. 06. Welkom bij dit uitprobeersel om even te kijken of ik nu toch weer in de bloody gratis versie van Screencast zit of niet. Yay. Ja? Spreek ik nou je mailbox in?